De gevangenis in het district Nikeri zal worden aangevuld met een vrouwencellenhuis. Daarnaast zullen er nog een slachtofferdoorgangshuis, een jeugdigenopvang en een brandweerkazerne worden opgezet. Directeur Sharma Lakisharan van het ministerie van Justitie en Politie geeft een uiteenzetting van de bouwwerkzaamheden. Hazard, daar is er goedgekeurd dat een onderafdeling wordt opgezet, een nieuwbouw, voor de afdeling forensische maatschappelijke zorg. Zodat we gedetineerden die in Hazard zijn, beter kunnen begeleiden met maatschappelijke werkers. In Nikeri en in Paramaribo is eerst gestart ook een pilotproject reclassering. Dat gaan we ook in Nikeri starten. En reclassering houdt in principe in dat we taakstraffen opleggen. Er zal een vrouwencellenhuis ook komen in Nikeri, zodat de vrouwelijke arrestanten niet helemaal gebracht worden naar Geiersvliet. Die aanbestedingen zijn al gehouden, de goedkeuringen zijn er al. Dus de aannemer moet wat dat betreft gaan starten. En hopen dat het op een vlot verloop heeft. Ik moet aan mij haasten erbij te zeggen dat we niet in staat zijn om alles in één keer op te lossen. Lakisharan geeft verder aan waarom het noodzakelijk is dat justitiële gebouwen in het district worden aangepakt. De aanbestedingen zijn al gehouden, de goedkeuringen zijn binnen en rest het nu de aannemer om te starten met de werkzaamheden. Brandweerkazerne, degenen die het weten, ze zijn nu verhuisd aan de overzijde. Dus de andere kant komt de nieuwe brandweerkazerne, daarvoor is goedgekeurd. En ook is goedgekeurd voor de brandweer dat 17 brandweerkazernes landelijk gerenoveerd zullen worden. We hebben bij de politie ook gesproken en we hebben OW al gevraagd. Er zijn wat renovaties nodig met lekkende daken. Dus daar zal OW de komende periode zich ook in het district oriënteren en de nodige maatregelen treffen. We hebben al in andere districten zijn we al bezig met renovaties van belangrijke renovaties van politiegebouwen en andere gebouwen. Dan is voor Nikeri ook nog belangrijk kantoor justitie Nikeri. En het heeft lang geduurd. Het gebouw staat heel lang en moet wel afgebouwd worden. De raming is dat met 2 miljoen US dollar het gebouw wordt afgebouwd en ingericht. De begrotingsmiddelen zijn geallockeerd bij het ministerie van OW deels. En daarmee zou dus, zal binnenkort een nieuwe aanbesteding zijn. En dat moet dan maximaal 10 maanden duren voor de afbouw. De opvang van jeugdigen en slachtoffers van huiselijk geweld is momenteel bij politiepost Waaldijk in een ruimte. Die is opgeknapt en bijgebouwd in samenwerking met UNICEF. Er is dus al ruimte voor jeugdigen, maar ondertussen zullen daar ook vrouwen ondergebracht worden. In afwachting van het andere project dat zei burgermoeder Gobardan.